Ik vind dit echt een mooie truck en hij is van Martin Kolff. Martin Kolff is de winnaar van het NK Veiligste Chauffeur van Nederland 2019. En daarmee is hij de laatste winnaar van dat evenement, want afgelopen jaar is het niet gehouden. In 2021 gelukkig weer wel. 25 september, TT Circuit Assen, de finale NK Veiligste Chauffeur van Nederland. Wie wint die TVM Award? Misschien Martin wel weer, want hij wil weer naar de finale. Vandaag kijken we terug hoe het was om te winnen en hoe hij denkt dat hij dit jaar weer gaat winnen. Martin, even terug naar het NK Veiligste Chauffeur 2019. Eén ding weet ik nog. Je sliep op het circuit. Ik was de dag ervoor was ik met de tankauto al richting Groningen gereden, een rit daar gelost. En toen ben ik naar Assen gereden, het circuit op en daar heb ik een nachtje geslapen. En 's ochtends wakker worden en dan denken van, oh, er is een heel circus om me heen gebouwd. En dat was even vreemd wakker worden. Ja, maar word je daar dan zenuwachtig van? Of? Het is wel een spannende dag geweest, maar zenuwachtig? Nee. Want in 2018 heb ik ook meegedaan, net tweede geworden. En ik had al gehoopt dat ik in 2019 één plekje beter zou zijn. Ja, en dat mocht lukken. Ja. 2020 dan niet. Nee. 2021 is het weer terug. Ja, en ik heb al ingeschreven en ik ben al bezig ook. Ja, ik heb al gezien dat er een aantal collega's ook al zich ingeschreven hebben. En het is gewoon heel leuk om te doen. Dus ik kan het eigenlijk iedereen aanraden van schrijf je in en doe mee. Als ik het evenement zie, Martin, dan zie ik een mooie dag die gewoon heel nuttig is ook. Het is ook een hele nuttige dag. We zijn daar op het evenement, is iedereen bezig met veiligheid en iedereen kijkt om zich heen. En je kan ook van elkaar leren. We zijn met elkaar onderweg. We moeten het met elkaar doen, ook onderweg. Veiligheid in jouw werk is uitermate belangrijk. Ja, wij rijden voor een oliemaatschappij. Wij rijden benzine en brandstoffen voor de autovoertuigen in eigenlijk een groot deel van Nederland. En dat willen we graag zo veilig mogelijk en zo netjes mogelijk en zo goed mogelijk doen. Maar veilig mogelijk is wel het belangrijkste. Denk jij dat mensen doorhebben dat je met zoveel brandstof of onderweg bent en dat gewoon best gevaarlijk is? Nee. Mensen zien vaak die oranje borden wel, maar ze hebben vaak geen flauw idee wat het betekent. Oranje borden, waarom zitten die erop en wat is er belangrijk aan? De bovenste cijfers geven het gevaar aan en de onderste cijfers het product. Dus ik heb nu een brandbare vloeistof die zeer brandbaar is. En 1203 betekent dat er benzine in zit. Als ik het bord omdraai, dan is het nog steeds een brandbare vloeistof, maar geen bijkomend gevaar. En de 1202, dat betekent dat ik een volle wagen met diesel heb. Eigenlijk, als ik een oranje bord op een truck zie, dan moet ik gewoon nog voorzichtiger doen met je. Eigenlijk wel, ja. En deze dan? Dit is een sticker die inhoudt dat het een brandbare vloeistof is. Dit is de milieugevaarlijke sticker. De stickers en de oranje borden op de auto die zijn speciaal bedoeld voor de hulpdiensten. Dat in geval van calamiteiten, dat zij weten hoe te moeten handelen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat is een ding wat zeker is. Martin is veel onderweg en ziet regelmatig onveilige situaties. Vooral het afstand houden door automobilisten is een punt van aandacht. Martin is daarom continu bezig met anticiperen, spiegelen en de boel zo ver mogelijk vooruit in de gaten houden. Een cabine vol tierlantijnen is dan ook niet aan de winnaar van de TVM Awards en het NK 2019 besteed. Je moet de aandacht bij de weg houden. Ja, laat je niet afleiden. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je telefoon, nou ja, ik heb hem nu ook bij me. Hij ligt rechtsonder bij mijn knieën. Hij staat op stil. Als ik gebeld word, dan zie ik dat wel op de eindbestemming. Dan bel ik wel terug. Afleiding moet je niet willen hebben in het verkeer. Wacht ermee totdat je stilstaat. Het is niet nodig. Gaan we dit jaar voor een podium plaatsen of ga je toch gewoon daarheen om in eerste instantie een mooie dag te hebben? Ja, ik ga mijn stinkende best doen en ik hoop dat iedereen dat doet. En iedereen die zich goed beseft wat veiligheid onderweg is. Veiligheid is iets van ons allemaal. Ja, iedereen gaat van huis
hopende dat hij 's avonds weer thuis komt bij moeder, vader, kind. Iedereen wil naar huis. De boodschap van Martin is duidelijk. We moeten dus allemaal veilige chauffeurs zijn. Maar de veiligste chauffeur van Nederland, dat is er maar één. En wie dat is, weten we 25 september bij de finale dag van de TVM Awards op het TT-circuit in Assen. Ik doe dit jaar mee met de veiligste chauffeur van Nederland. Doe ook mee en schrijf je in op tvmawards.nl.